Ruim 1000 gezinnen van het gebied La Rencontre te Domburg ontberen al ruim 7 maanden water uit de kraan. Buurtbewoners kunnen de situatie niet langer aan en vragen de regering om spoedig met een oplossing te komen. Buurtbewoner Raoul Gassi zegt dat de situatie niet langer uit te houden is, vooral hoe we nu zitten in de grote droge tijd. Bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM, voelen de buurtbewoners zich niet gehoord. Gassi zegt dat er ook geen begrip wordt getoond vanuit SWM. Als we naar SWM bellen, moet je je registreren. Je registreert je bij SWM. Oké. Morgen bel je weer, moet je je weer registreren. Maar toch komt er geen water. En als ze water brengen, na 10 dagen zo brengen ze water, krijg je maar 2 kub water. Wat doe je met 2 kub water? Voor de hele maand. Wat doe je ermee? Hoe kom je uit? Je komt helemaal niet uit met 2 kub water. En als je water wil kopen, 1300, 1400, is niet erg. Het kan gekocht worden, maar die mensen kunnen ook niet leveren voor je. Want ze zitten ook bezet of zo. En dat kunnen ze, maar niet elke keer ga je ook kunnen permitteren 1300, 1400 gaan betalen voor water. Maar een van de man moet je wel naar SWM gaan om te betalen. Als je niet gaat betalen, krijg je incassokosten. Maar waarvoor? Moet je gaan betalen voor lucht. Niet voor lucht, toch? Je moet betalen voor water, maar we krijgen geen water. We hebben veel problemen met water hier op Domburg. Gassi geeft verder aan dat er eerder een goede waterdruk was. Echter, sinds 7 maanden is er een zodanige lage waterdruk dat er alleen om 12 uur in de avond enkele druppels water uit de kraan komen. De buurtbewoners hebben bij diverse instanties om hulp gevraagd. Ze zijn nu ten einde raad en vragen via de media aandacht voor deze problematiek. Kreekwater gebruikt de meeste mensen hier. Of je moet water gaan kopen. En als je gaat kopen is het al een probleem. Het kan niet op tijd geleverd worden. Je kan bij SWM gaan vragen. Neem die familienamen. Je kan gaan kijken. Iedereen heeft geregistreerd. Dan hoor je ja, we hebben niet genoeg wagens. We leveren andere projecten ook. Jullie moeten wachten, wachten, wachten. Hoe lang moeten we wachten voor water? Het kan niet, het kan niet. Maar we hebben ook met de adviseur van de vicepresident gesproken, Pes Gayadin, gisteren. Dus hij gaat ook een oplossing voor ons zoeken. Laten we kijken hoe we eruit komen. De boodschap is, laat ze wat doen voor ons op Domburg voor het water. Een mens heeft water en stroom nodig. We hebben echt water nodig op Domburg. Er is zo'n grote hittegolf. Hoe doen we verder zonder water? We komen niet uit. We komen helemaal niet uit. Ze moeten iets doen. De regering moet iets doen. Gassi benadrukt dat de kinderen in de buurt dagelijks naar school moeten. Echter is het een uitdaging om ze klaar te maken als er geen water is. Hij drukt de regering op het hart om dit probleem serieus aan te pakken.